Kleine 50 jaar geleden ontketende Bruce Myers hier in Californië een kleine revolutie in Autoland. Het waren de jaren 60, het stikte hier van de hippies en ineens was daar een klein, vrolijk, schattig karretje dat perfect aansloot bij de tijdsgeest. De buggy, of beter gezegd, de Myers Manx, want die Bruce Myers, dat was de uitvinder van de buggy, de Myers Manx buggy. Ja, die Bruce Myers, dat was zelf ook een behoorlijke vrije geest en hij tekende zelf voor het lijnenspel van zijn buggy. Simpel, maar doeltreffend. En dat koolstofvezel koetswerk, dat parkeerde niet op het ingekorte onderstel van de Volkswagen Kever. Ja, Volkswagen zelf had eigenlijk helemaal niets te maken met die buggies, want zij bedienden de hippies natuurlijk al met de kevers en de transporters. En die Manx van Bruce Myers, die was zo succesvol dat er al snel werd dat concept gekopieerd. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Ruska's of de Apal uit België. En zo snel als Myers buggy business was gegroeid, zo snel brokkelde die ook weer af. Ja, en Bruce Myers zelf, die bleef berooid en gefrustreerd achter. Ja, en dan spoelen we de tijd even door naar 2019. Ik rij hier langs de kust van Californië. Ik zit in een buggy. En deze keer is hij wel van Volkswagen zelf. Ja, de ID Buggy, het is de vijfde conceptcar op basis van het MEB-platform van Volkswagen, het modulaire elektrische platform. We hadden hem natuurlijk al gezien in Genève, maar we zien hem nu in het wild. En ja, dan ziet hij er toch wel heel erg gaaf uit, zo in dat groen. In de bodem zit een accupakket, 62 kWh in dit geval. Via de elektromotoren op de achteras levert hij 310 Nm en 204 pk. Vierwielaandrijving is ook mogelijk. Dan moet natuurlijk een setje extra elektromotoren op de voorras worden gezet. En zo met dat zwierige lijnenspel lijkt het alsof hij een beetje zweeft. Dat accupakket, dat is natuurlijk gewoon echt een bodemplaat. Daarbovenop is dat koetswerk gezet. En ja, dit lijnenspel dat roept toch wel behoorlijk wat herinneringen op aan die Manx van Myers. Ik zeg dat wel, hij roept herinneringen op aan die Manx van Myers. Maar Volkswagen noemt het zelf retro-free, deze i3 ID Buggy. Goed, is natuurlijk gewoon een beetje bla bla. Ja, het schattige is er natuurlijk wel een beetje vanaf. Die Manx, dat was echt een heel compact karretje. Deze is toch wel ruim 4 meter lang, deze ID Buggy, 1,90 meter breed. En voor de rest natuurlijk back to basics, hè. Het is een tweezitter. Mocht dit in productie gaan, is ook een vierzitsoptie mogelijk. Nu heb je hier achterin een soort laadbak, waar je nog wat rommeltjes in kwijt zou kunnen, zoals je Amerikaanse kentekenplaat. En het is een conceptcar, dus ik moet een beetje voorzichtig doen. Ja, en verder een volledig weerbestendig interieur. Want het moet natuurlijk tegen wat regen en narigheid kunnen. Want een dakje kan er eventueel wel op, maar dat is echt heel rudimentair. Net zo rudimentair als dit, ja, dashboard kan ik het eigenlijk niet eens noemen. Het is gewoon een kunststof geheel met hier boven het stuur een klein instrumentarium. Links en rechts wat bedieningselementen. Die pedalen is natuurlijk wel heel erg leuk. Een soort pauzeknop op het rempedaal en een playknop op het gaspedaal. Of het elektropedaal, zo u wilt. Een moderne interpretatie van de Manx van Myers. Ook al zegt Volkswagen dat hij zelf retro-free is. En achterop natuurlijk geen pruttelende kevermotor zoals bij de Myers Manx. Maar ja, helemaal niets, want hij is elektrisch. Hoe rijdt dat? Ja, hoe rijdt dat nou, deze ID Buggy? Stel je er niet te veel van voor. En waarom niet? Dit is namelijk een conceptcar. Er is er eentje en die is met de hand gebouwd. Dus het is allemaal, ja, delicaat. Ik trap mijn gas nu vol in. Ik ga 36 km per uur. Hij mag niet harder. Hij is gewoon begrensd. Dus het gaat een beetje om het idee van, hè, lekker open rijden in een buggy anno 2019. Dus het gaat om de beleving. Ja, die beleving die is natuurlijk wel fantastisch. Het is open rijden ten top. Niet alleen het cabrio gevoel, maar ook nog eens een keer het
zijwindgevoel. Nou, dat voel je hier goed langs de Californische kust. Het waait hier behoorlijk. Het is een stevig en fris briesje. Maar het geeft je wel echt dat gevoel van het buggy rijden in optima forma. En zo'n auto als dit past hier natuurlijk ook fantastisch. Bij de zon schijnt hier bijna altijd. Het is hier mooi. Het is hier verschrikkelijk rijk ook natuurlijk. Alle huizen die hier omheen staan. Instapprijs denk ik 3 miljoen of zo. Maar dat is ook wel een keer leuk om mee te maken. En ja, de auto zelf. Ik rijd 36 km per uur. Ik kijk naar een heel eenvoudig beeldschermpje. Er zit hier links en rechts van de bediening van de automaat. En links voor de knipperlichten. Die moet je naar je toe draaien en van je afdraaien. Niet heel logisch. Moeten ze nog even wat aan gaan doen. Dat rechthoekige stuurtje. En natuurlijk een elektrische aandrijflijn. Waar je verder helemaal niets van merkt. En zeker niet als je maximaal 36 km per uur rijdt. Onderstel zullen ze ook nog heus wel wat aan gaan tunen. Want dat is ook gewoon een beetje rudimentair hard. Past eigenlijk helemaal niet bij een buggy. Zoals een Manx buggy. Die heeft natuurlijk veerwegen van hier tot Jeruzalem. Maar goed, zoals ik al zei, het gaat om de beleving. En die beleving is fantastisch. En het feit dat Volkswagen dit doet, is gewoon heel erg leuk. En in Nederland is dit misschien niet de meest relevante auto. Dus als ze deze gaan bouwen, of als iemand anders hem gaat bouwen, komt hij op zo'n kustweg als hier in Californië wel helemaal fantastisch tot z'n recht. Zo avontuurlijk als een buggy in de jaren 60, 70 en 80 was, dat is hij nu natuurlijk niet meer. Maar toch, de gedachte achter deze ID Buggy, die vertoont wel overeenkomsten met die Manx van Bruce Myers. Want Myers die gebruikte een Volkswagen platform om zijn eigen ideeën op te creëren. En nu biedt Volkswagen dit MEB platform aan derden om hun eigen koetswerk op te bouwen. Ook aan concurrerende fabrikanten. Dus die gedachte, ja, die is eigenlijk wel heel erg leuk. En het zal het aanbod aan elektrische auto's er zeker niet saaier op maken.